Duurzame energie is momenteel een hot topic. Meestal denken mensen dan aan windmolens of aan zonnepanelen. Maar wij doen momenteel onderzoek aan blauwe energie. Blauwe energie is de energie die je kunt opwekken uit het mengen van zoet en zout water. Als je alleen al naar de rivier de Rijn kijkt, die produceert ongeveer 2200 kubieke meter zoet water per seconde die de Noordzee instroomt. Dat zou neerkomen op 4 gigawatt aan energieproductie. Dat is 2 keer de Amercentrale. Ook op de Afsluitdijk zou je op deze manier energie kunnen opwekken. En wel genoeg voor 1/3 van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Dan zul je nooit 100% kunnen halen. Maar het is wel degelijk zo dat een substantieel gedeelte van de Nederlandse energievoorziening uit blauwe energie gehaald zou kunnen worden. Bovendien gaat het op een hele duurzame wijze. Blauwe energie is dus eigenlijk heel erg groen. Maar hoe haal je nu eigenlijk energie uit het mengen van zoet en zout water? Hiervoor moet je weten dat zoetwater een lage concentratie aan ionen heeft en zeewater een hoge concentratie aan ionen. En als je zoet en zout water bij elkaar brengt, zal er een spontane stroom plaatsvinden van ionen van hoge naar lage concentratie. En met moderne nanomaterialen kun je deze stroom omzetten in energie. Dat je uit die spontane ionenstroom energie kunt halen is misschien een nieuw idee, maar dat je uit een warmtestroom energie kunt halen is een ontzettend oud idee. En om dat te laten zien heb ik hier een oude warmtemachine, een Stirling motor, en die zet ik op een heet kopje thee. En als we dan een paar tellen wachten, dan zou het zo moeten zijn dat de onderkant opwarmt, zodanig dat als ik dit ding een klein zwengeltje geef, dat die dan gaat draaien. En als het goed is, gaat die steeds harder draaien. En de hoeveelheid warmte die in dit kopje thee zit, kan op deze manier omgezet worden in een draaiende beweging die wel een half uur doorgaat. Nu hebben wij dus ontdekt dat de wiskundige vergelijkingen en de natuurkundige principes die achter die nieuwe nanomaterialen zitten waarmee je blauwe energie kunt opwekken, dat die precies hetzelfde zijn als die welbekende principes die achter de Stirlingmotor zitten. Wat je hier ziet zijn experimentele gegevens van het voltage en de lading van zulke nanomaterialen. En wat je ziet onder stapje B is dat het voltage plotseling heel sterk stijgt. We hebben laten zien dat als je het voltage heel langzaam doet stijgen, zoals in onze berekeningen te zien valt, dat dan de efficiëntie van die machines veel groter kan zijn. Meestal zit theoretisch fysisch onderzoek een stuk dichter aan het begin van de kennisketen. Maar ik moet zeggen dat het ook geweldig en interessant is om eens zo dicht bij een werkelijke toepassing te zitten.